Mijn naam is Stijn Verhulgen, ik ben zaakvoerder van Innovante. Ik werk heel graag en vaak samen met Foxtail om nieuwe uitvindingen daadwerkelijk te realiseren. In die context hebben we een innovatieve trainingsfiets ontwikkeld die de fysica van de fietser volledig waarheidsgetrouw simuleert. Het systeem dat we hebben gemaakt is de houding continu monitoren in 3D. Uit die monitoring wordt de weerstandscoëfficiënt van de fietser berekend. Samen met de gesimuleerde snelheid wordt berekend hoeveel vermogen dat die op elk moment moet leveren. En dat wordt real-time teruggekoppeld. Om de weerstandscoëfficiënt te berekenen van de persoon die de fast trainer gaat gebruiken, kunnen we een low-end methode toepassen, waarin dat gewoon een standaard weerstandscoëfficiënt wordt ingeplucht in de software. Of we kunnen een gepersonaliseerde aanpak nemen. In die gepersonaliseerde aanpak wordt de persoon ingescand, volledig in 3D, heel accuraat. En uit die 3D-scan wordt dan zijn weerstandscoëfficiënt berekend door computationele methoden. Dus wij doen het in dit geval met een eenvoudig beschikbare 3D-handscanner. De massa, het gewicht van de persoon en zijn fiets is gekend, wordt in de software ingegeven. En dankzij onze berekeningen kunnen we ook de gepersonaliseerde weerstandscoëfficiënt in de software ingeven. Na de calibratie is de gebruiker in staat om de fast trainer goed te gebruiken. Dus hij merkt dat inderdaad dat als hij zich klein maakt, dat hij minder weerstand moet geven, maar ook minder weerstand kan geven en dus misschien in snelheid verliest. Langs de andere kant, als hij rechtop gaat zitten, gaat hij onmiddellijk het effect daarvan voelen en gaat zijn vermogen, dat misschien efficiënt, dat misschien meer is, teniet gedaan worden onmiddellijk door de verhoogde weerstand. Dus door die 3D-scan en die computationele technieken zijn we in staat om wielrenners accuraat op hun fiets te modelleren. Dit proces neemt tijd en rekenkracht in beslag en is eigenlijk beperkt tot één houding en dan afwijkingen rond die houding. Stel dat we met high-end scanners veel beelden op korte tijd kunnen opnemen. Stel dat we van al die 3D-scanbeelden heel snel de weerstandscoëfficiënt kunnen berekenen, dan kunnen we dit systeem nog veel accurater maken. Het zijn dit soort rekenfaciliteiten die we zoeken in het Vlaams Supercomputercentrum om het meest accurate model te leveren dat er beschikbaar is ter wereld.